Oké, dames en heren, vanavond heb ik weer een speciale proeverij. En wel met een paar whiskies die we normaliter echt niet gebruiken. Ik heb vanavond, kijk eens, een prachtige nieuwe Johnny Walker. The Espresso Roast. Een van die speciale Johnny Walkers waarmee ze proberen echt weer een nieuwe markt aan te boren. The Teeling from Ireland. Rum casks. Hey, 18 jaar oud. Tullabarden. In een Bordeaux vat gerijpt. Heel interessant. En dan altijd een hele speciale. De Natura. The Glenlivet. Stelde zich voor, dames en heren, eentje die in oleroze vaten is gerijpt, maar wel 60% heeft, Scotty. 60%. Dat betekent dus, dit is pas een cask strength. Heftig. Maar ja, en dan sluiten we af met de Ardbeg from Islay. Diegene die weer zo heerlijk medicinaal ruikt. Met de jodium, met de turf en harde afdronk. Dus we hebben pure chocola, lekker zoete rum, intens oude wijn, een scherpe heavy Glenlivet. En een prachtige afsluiting met de Ardbeg. Dames en heren, was u er maar bij vanavond?